Ai, 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 ai. Ik raakte hem niet aan. Ik raakte hem niet aan. Het was close call, maar ik raakte hem niet aan. Yo, kijkers van Be The Movie. Yo, kijkers van Be The Movie. En ik weet, het ziet er een beetje raar uit. Ik kan het trouwens wel zo. Ja, voor de rest kan er weinig aan doen. De zon breekt door en dan krijg je dat. Wij gaan in elk geval, in ieder geval, ik ga vandaag met jullie Rocket League spelen. In ieder geval niet met jullie direct. Ik ga nu wel een keer doen in een livestream. Dat beloof ik jullie al bij deze, want ik vind het echt een fucking vette game. Maar wat ik wel graag wil zeggen is dat ik vandaag punten challenge ga beginnen. Wat wil punten challenge zeggen? Het is simpelweg. Ik ga tegen niemand spelen. En waar dat puck, want ik speel meestal met de puck. Ik vind puck voor fijne bal, moi en kubus nog helemaal niks. Maar waar dat de puck terecht komt, daar, vanaf daar moet ik hem gaan schieten. En ja, één ding, ik ben echt heel erg slecht in Rocket League. En zeker als dat het daarop uitkomt. Dus we gaan zien of dat het iets oplevert. Ik hoop trouwens ook dat het zo lukt met de greenscreen, maar ik geef het weinig kans. We gaan nou even proberen om, ja, de eerste is dan wel heel erg makkelijk. Kijk, dat is gewoon zo vooruit doen en dan heb je hem eigenlijk al in principe. Dat is niet zo moeilijk, ik hoop ook dat de audio wat beter is. Ja, want nee, dat lukt gewoon niet echt altijd. Ik probeer ook een beetje... Ja, zie je, dat is niet expres gedaan, dat is serieus gewoon zoals dat ik het speel, zeg maar. En dan moet ik even wachten totdat hij ergens uitkomt. En vanuit daar, nou komt hij wel heel erg mooi uit, maar... Zo makkelijk heb ik het eigenlijk nog niet echt gehad en dan moet ik nou ergens hier gaan staan om het vanaf hier ergens erin te schieten. En zelfs dan mislukt het, godverdomme. Dat was niet de bedoeling. Jesus. Ja, en ik mag hem dus ook gewoon totaal niet zelf stoppen. Dus als dat hij nou in dit goaltje terechtkomt. Are you kidding me? Dit heb ik serieus nog niet meegemaakt dat hij er via de puntenchallenge ingaat. Want ik mag hem gewoon niet stoppen en ik moet gewoon, ja, proberen te scoren. Dat is logisch. Maar ik moet hem dus proberen te scoren. Dat gebeurt mij echt heel erg vaak dat ik hem net langs afschroef. Ik mag het er wel een beetje voor me uitleggen. Kijken of dat dit... Ja, dit werkt wel. Dit werkt gewoon niet. Wat is met deze? Ja, vanaf daar lukt het sowieso niet. Dus ik weet niet wat ze er maar mee willen bereiken. Maar kijk, dit lukt dan wel weer. Ik heb het op maximaal 5 minuten en maximaal 5 goals. Dus ja, dat zou nog wel enigszins goed moeten komen. Maar hoe dat het verder ermee zit... Ik ben niet heel erg goed met Rocket League. En zeker niet als dat het dan hier zo om zou moeten gaan, denk ik. Maar we zullen het vanzelf zien hoe goed dat ik erin ben. Kom op, blijf nou stil liggen. Dank u. Ah, die was mooi. Die moet... Hey, die kwam ergens tegenaan. Dank u wel. Nou, eigenlijk liever niet, maar hey. Wij, jongen. Ja? Ja? Are you kidding me? Komt hij dan helemaal zo terecht? Ja, nee, deze moet ik dan wel maken, weet je. Daar is dan ook zoiets van, dat moet je dan gewoon maken, jongen. Doe ik ook. Ah, lekker puntjes verzamelen meteen, dat is ook wel handig. Ik snap echt niet hoe dat ik zoiets kan missen, weet je. Van, hoe de fuck kan ik zoiets dan missen, weet je. En dan doe ik het de tweede keer. En die gaat er dan meteen in. Ik dacht, ik laat jullie even zien hoe hard dat ik struggle met inderdaad Rocket League. Maar weet je wat, ik ga deze van de zijkant nemen. Dat is al wel eventjes een must, weet je wel. Gewoon kijken of dat ook werkt. En dan komt het dus zo uit. Uit je achteruit gaan, want ik weet niet meer dat hij terecht komt. En dan gaan wij zo meteen weer voorop tevoren. Kut. Kijk. En dit is dus precies hoe dat ik Rocket League speel, om het zo maar te zeggen. Kijken of dat ik het ook zo kan doen. Ja, dat is wel. Dit is wel een hele makkelijke match, weet je wat? We gaan door naar de volgende match. Zijn we aangekomen bij de volgende match en de eerste ding is altijd wel heel erg makkelijk. En dat is gewoon fucking hard vooruit gaan en dan opeens gewoon boom. En dan zit hij in de goal. Maar daarna kan het wel eens moeilijker worden. Ik heb wel een beetje getraind, dus daar zou het ook wel kunnen liggen. Ja, nee, dit is gewoon... Ik dacht echt dat ik het veel moeilijker zou doen in de video. Ik heb hier serieus daarop getraind. En dat is serieus zo het geval. Maar dan kan het ook wel daaraan... Ai, 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 ai. Maar wat leuk is, ik weet totaal niet hoe dat het nou allemaal terecht komt, weet je wel. Want kan elk potje is het gewoon totaal weer anders.
En dit is dan weer moeilijker ook, weet je wel. Die probeer ik dan zo te doen. Ik denk niet dat dit gaat lukken. Maar you never know. En ik denk misschien wel van, joh, nou gaat het heel wat makkelijk worden voor die gast. No fucking way. Fuck. No. Ik mag er zelf verder niet bij betrokken zijn, dat is nog het leukste ervan. Waarom heb ik dit spel ooit verzonnen voor mezelf, jongen? Misschien is het trouwens ook leuk om het een keer met iemand anders te spelen. Dus als dat jij Rocket League hebt en jij wil graag een keer met mij spelen, hit me up. Of dat ik een keer in een Lush Moon. Ja, fuck. Fuck. Als ik het een keer in een livestream moet doen. Ja, dan ga ik het zeker doen. Ik weet zeker dat ik wel een keer een livestream hiermee ga houden. Want ik vind het gewoon echt een vet spel. En ja, ik hoop ook dat jullie dat dan leuker vinden. Ik denk het daar wel. Kom op, hè. Kom op. Oh, daar zou nooit. Daar is een nice goaltje. Daar is een nice goaltje. Ja, mooi. Mooi. Gewoon rechtop afgaan. Dan gaat hij altijd mis. Ik dacht dat ik hem goed raakte, maar nee. Waarom zou ik dat ook moeten denken eigenlijk, hè? Oh, yo, die gaat echt een rare kant erop. Ik raakte hem niet aan, ik raakte hem niet aan. Het was close call, maar ik raakte hem niet aan. Kijken of dat hij zo kan gaat. Ja, hij gaat raak. Nice! Mochten jullie trouwens een andere soort van punten challenge kennen, laat zeker weten, want dan ga ik die gewoon. Dan ga ik die gewoon een keer doen. Ja, vraag me niet waarom dat ik zoveel mis, maar ja. En die gaat erin. Nice. Had ik niet verwacht van mezelf. Had ik niet verwacht. Ik bedank jullie voor het kijken. Vond je het een toffe video? Laat dan zeker weten, duimpje omhoog achter. Willen jullie meer van Rocket League livestream of dit soort punten challenges? Weet ik voor wat allemaal. Laat ze zeker weten hieronder in de reacties achter. En zie ik jullie graag de volgende keer terug bij een nieuwe video. In ieder geval, tot dan. Nou, doei. En dan kan ik net een bijstopknopje door de ding. In ieder geval, houdoe.